Professor Peter Vervest, Professor of Information Management and Networks bij het Erasmus Research Institute of Management, of RSM. Wat is ook alweer het verschil daartussen, Peter? De school heet Rotterdam School of Management. Formeel ook de faculteit Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. En ERM staat voor Erasmus Research in Management. Dat is een onderzoeksschool waar onze AIO's, assistenten in opleidingen, die dus een doctorstudie volgen en zelf maken, aan verbonden zijn. En dat doen we samen met onze economische faculteit. Wanneer was de eerste keer dat jij hoorde over blockchain of bitcoin? Nou, de historie gaat veel verder terug. Al in de jaren 90 spraken we erover in het kader van elektronische gegevensuitwisseling, EDI in die tijd. En we zeiden, joh, als je transacties allemaal aan elkaar kunt koppelen, dan kun je eigenlijk ook op een hele andere manier de financiële transacties gaan doen. Ja, want ik hou wel eens het voorbeeld van Heineken maakt bier, verkoopt het aan de groothandel, verkoopt het aan de slijter en dan koop ik het. Ja. Heineken maakt het bier, verkoopt het aan de groothandel voor 100 euro's of 100 iets. Mm-hmm. De groothandel verkoopt het aan de slijter voor 200 en ik koop het voor 400. Dus ik ben de sukkel die er 400 voor betaalt. Ja. De waarde van de transacties door de keten is 100 plus 200 plus 400 is 700. Maar je hoeft eigenlijk maar 400 eenheden te hebben. Namelijk op het moment dat ik als eindgebruiker, als laatste in de rij, die 400 geef, dan kun je dat verdelen tussen slijter, groothandel en Heineken. Hmm. En daarmee reduceer je de behoefte aan krediet. Want nu moet ieder schakel in de keten apart gefinancierd worden. Die zit ook bij een eigen bank. Die banken hebben hun systemen ook zo niet gekoppeld. Dus die kunnen ook niet zien hoe goed jouw positie is in de supply chain en hoe kredietwaardig je eigenlijk bent. Mm-hmm. Blockchain maakt dat mogelijk. En op een van de blockchain evenementen van Vincent Everts komt iemand uit China en die vertelt dat. Vertelt exact dit verhaal. Maar dan 25 jaar nadat we het er al over hadden. En die vertelt het verhaal van een klein bedrijfje in China, wat een heel klein prutsknopje maakte, maar zo snel groeide dat het echt veel geld nodig had om de fabrieken te kunnen oppoetsen. En niemand wist, nergens kwamen ze eigenlijk aan de bak om dat geld te krijgen, om die fabriek op te starten en te vergroten. Doordat ze zeiden, hé, dat is een knopje en dat gaat naar die en dat gaat naar die en dat gaat naar die. En 7 stappen verder wordt het in de iPhone gezet. Mm-hmm. Dus dat bedrijf levert een heel belangrijk onderdeel van de iPhone. Ja. Hartstikke goed, dat bedrijf kun je zo financieren. Ja. Dus je ziet de positie in de keten veel beter. Mm-hmm. Nou. En met blockchain technieken kun je dus inderdaad de behoefte aan werkkapitaal in een supply chain naar beneden brengen. En dan heb je bovendien het voordeel van wat wij noemen een immutable record. De transacties worden allemaal zo vastgelegd dat niemand er meer aan kan gaan zitten klungelen. Je kunt het niet meer veranderen. Hm. Dat is heel belangrijk. Je hebt echt een voor iedereen voor iedereen een vaststaande record van welke transacties wanneer hebben plaatsgevonden. Ja. Zonder dat je dat alles bij een notaris moet worden geregistreerd. Nou, dat is in transactieverkeer hartstikke boeiend. Ja, en dit is ook een heel mooi concreet voorbeeld waarvan iedereen snapt, hè, dat je inderdaad die logistieke of die supply chain op die manier, op een slimmere manier kan financieren. Het hoeft niet met Bitcoin per se. Nee, we hebben het over de blockchain. Precies, ja. Dus dit is is dit een theoretisch concept of is dit door die Chinese meneer, is dit ook al gerealiseerd? Ja, dat is gerealiseerd, ja. Ah, wat goed. Ja. Nee, we denken altijd dat wij vernieuwend zijn in het Westen, maar ik ben bang dat je ziet daar dingen die in China die echt heel fascinerend zijn. Ja. Heel vernieuwend. Absoluut.
Maar ook hier, hè, de techniek van de blockchain, dat is best een lastige techniek. En we praten ook over iets waar je een protocol moet hebben waar iedereen zich aan wil houden. Ja. En dat protocol is dan ook nog niet helemaal uitgereikt. Dus daar komen nog veranderingen in. Nou, dan vind ik dat we eigenlijk in een soort van open community, open technology community, dat aardig voor elkaar hebben. En wie zijn wij? De wereldwijde community. Ja, ik ben daar zelf geen dagelijks lid van, maar dat is echt de Bitcoin community. Ja. De aparte Bitcoin club. Ja. Maar die zijn met name bezig met allerlei standaards rondom de blockchain technologie. Ja. En ja. Hier doet het de Bitcoin community, de blockchain community, die schrijven samen met elkaar deze standaards. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel boeiend dat ze dat eigenlijk in een open omgeving doen. Met ook allerlei filosofieën en discussies over wat is de juiste techniek en wat is niet de juiste techniek. Dus ja, er worden ook wel eens fouten gemaakt. En op een gegeven moment is die techniek uitgereikt. En dan zegt iedereen, oeh, dit is toch eigenlijk wel het beste om te doen. Zo moeten we het aanpakken. Ja. Nu, dat was het artikel wat je me gisteren toestuurde. Elon Musk, die met zijn Tesla zegt, nou, wij willen Bitcoin zo serieus nemen dat we het ook als betaalmiddel gaan accepteren. Dus we kopen alvast een voorraad in. Heb ik het zo goed verwoord? Maar denk nu eens aan het volgende. Je verkoopt geen elektrische auto. Je verkoopt mobility as a service. Nog beter, ik creëer een community van mensen die geloven in de Tesla-auto. Met alles wat erbij hoort. En van die auto die ik jou verkoop, wil ik eigenlijk dat ik hem ook voor jou exploiteer. Die auto krijgt straks allemaal autonome functies, dat hij ook kan rijden wanneer jij er niet in zit. En dan kan hij voor anderen rijden, dan kan hij jou een beetje geld verdienen. En dan ben ik een nieuwe vorm van een Uber, maar zonder de chauffeurs daarin, die ik dan vervangen heb met een autonoom systeem. En dat moet ik van liquiditeit voorzien. Van betrouwbare liquiditeit. Dan wil ik eigenlijk alle transacties die daar gebeuren, variërend van jouw auto rijdt voor de buurman om het Albert Heijn eten op te halen. Ja. Tot de software update die je moet betalen voor je Tesla. Tot elektriciteit die je moet afrekenen, of die jij teruglevert aan de grid, dan moet je een heel betrouwbaar, snel transactiemechanisme hebben. En ik denk dat de Tesla-mensen denken, nou, dat zouden we best wel eens met de blockchain-techniek heel goed kunnen doen. Ja. En dan de tokens gebruiken we voorlopig even de Bitcoin. Ja. Bitcoin heeft een aantal voordelen en nadelen ten opzichte van andere currencies of tokens. Maar dan kunnen we die tokens ook wel, ja, kunnen we straks ook wel een ander token opzetten, de Tesla. Hè? Je bent me voor. Dat was inderdaad mijn vraag van tot nu toe. Was Tesla juist zo knap altijd om iets te bedenken en vervolgens ook dat zelf dan, hè, ingenieursmentaliteit, zelf te gaan maken? Dus dit is misschien een tijdelijke stap, hoorde ik je zeggen. Kan. Ja. Let wel, die Bitcoin heeft ook nog een paar nadelen. Als je kleine bedragen moet uitwisselen, dus een pintransactie, hè, een croissantje afrekenen, dan is de blockchain met de Bitcoin nou niet meteen het meest geschikte. Daarom zijn er ook heel veel discussies over de Litecoin en hoe je dat toch nog als een micro transactiesysteem kunt maken voor microbetalingen. Want als micro is alles, zullen we zeggen, alles onder een euro of nog kleiner, microcenten zelfs. Ja. Dan is dit niet meteen handig. Dus ik denk dat men echt nog wel aan het denken is, hoe zouden we straks ook per kilometer kunnen afrekenen. Ja. Ja. Maar dan kun je ook zeggen van ja, dan kan de auto zelf bijhouden de kilometers, et cetera, en dan doe je een soort eindtransactie. Je kunt dat ook reconsolideren of deconsolideren. Ja. Een hele hoop methodes. Maar dat men de stap zet,
vind ik. Het is niet zomaar, we hebben 12 miljard dollar cash over, laten we eens een paar bitcoins gaan kopen. Nee, nee. Ik denk niet dat dat aan de orde is. Nee. Maar dat men niet afhankelijk wil zijn, als je als internationaal, globaal opererend autobedrijf van de toekomst, hè, dat je niet afhankelijk wil zijn van de bestaande monetaire systemen, dat was nu wel duidelijk gemaakt. Ja, ja. Interessante zet wat dat betreft. Als we kijken naar het wetenschappelijke veld van blockchain, waar hoort het dan thuis? Want ik hoor de complexe netwerken, informatiemanagement. Je zou kunnen zeggen het is hashing, het is wiskunde of computerwetenschap. Waar valt het precies onder? Dus dit is eerder het probleem van de wetenschap dan van de blockchain of de cryptocurrencies. Mm. Weet je, het lastige is, iedere wetenschapper kan claimen, dit is mijn gebied en mijn exclusieve gebied. Dat is, ja, het is niet echt zinvol om dat te willen doen. Oké, nee. TU Delft heeft een fantastisch blockchain lab. Er zitten ook mensen die heel veel weten van cybersecurity. Die technieken kun je ook heel goed gebruiken in. En hun kennis en wetenschap heel goed gebruiken buiten de blockchain en buiten Bitcoin om. Ja. Tuurlijk, ja. Maar onze insteek is eerder naar de bedrijfsmatige en de sociale aspecten, ja, en de economische aspecten van wanneer pakken mensen het op, wat gaan ze ermee doen enzovoort. Ja. En dat zou je eigenlijk ook bij blockchain veel meer willen. Dat je toch een paar hele goede aansprekende voorbeelden laat zien, hoe klein ze soms ook zijn, die dan kunnen doorgroeien. Ja. Voor nu heb ik een hele wallet gevuld met informatie over blockchain en informatie / complexe netwerken. Dankjewel dat je de tijd hebt gemaakt. We gaan het verspreiden onder onze luisteraars en kijkers. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen, joh. Absoluut, dankjewel. Ja? Succes met de editing. Ja.